Voetbalvereniging Krijenhof is met haar bijna 85 jaar de laatste volkse voetbalvereniging in Nijmegen. Terwijl de club succes boekte met de promotie van het eerste elftal naar de derde klasse, begonnen er donkere wolken samen te pakken boven de club. Nou, zoals je ziet is dit het voetbalveld van Krijenhof. Als je van ver af kijkt, dan kijk je het mooi groen in principe. Het probleem is hier ook alweer, kijk, op mijn kale plekken, dit. Dat hebben ze dan geëgaliseerd, opnieuw ingezaaid. Maar ja, hoe lang dat stand houdt, ik weet het niet. En daarom was voor ons heel belangrijk, bij wijze van spreken, dat we eigenlijk wat eigenlijk toegezegd is, een kunstgrasveld krijgen voor onze leden. Die toch een veilig potje kunnen voetballen, zoals andere verenigingen het ook kunnen. Dat zouden wij ook heel graag willen. De clubleden keken uit naar een nieuw kunstgrasveld. Wethouder Jean-Paul Broeren zegt dat hij zo snel mogelijk het veld wil laten neerleggen, maar dat dat pas volgend jaar lukt vanwege het aanvragen van vergunningen. De club voelt zich behoorlijk achtergesteld. Ja, het doet me heel erg pijn dit. Echt. Want ja, wij doen alles aan de vereniging om de vereniging omhoog te houden. De laatste 10 jaren zijn we echt heel goed met de vereniging bezig. En ja, en die krijg je dit erachteraan. En, ja, ik weet ook nu niet hoe lang ik nog vol kan houden dit. Want ja, dit doet echt pijn dit. En ik heb ook op het laatste moment heb ik het aan de leden verteld dat het veld niet doorging, maar pas dan in 2024. Want ik was bang als ik het nou eerder had gezegd bij wijze van spreken, dan was het nou een heel eind leegloop geweest hier bij Krijenhof. Het is niet de eerste keer dat Krijenhof bang is voor de doodsteek. Zo heeft de club in het verleden al gevraagd om hulp voor een beter speelveld. Hoewel ze het voor de zoveelste keer voor hun kiezen krijgen, geven ze de hoop niet volledig op. Ik hoop in ieder geval tot de gemeente toch achter de oren gaat krabben en zeggen van nou weet je wat, we gaan het in de winterstop echt leggen. Ik hoop dat ze dat doen, dat werd wel laatst gezegd, dat ze misschien in de winst stoppen, maar ik heb er geen vertrouwen in, maar ik hoop wel dat ze het wel doen. Ja, het Krijenhof moet gewoon blijven bestaan. Ik bedoel, wij zijn de enige volksclub hier in de regio hoor, die nog bestaat. En ja, dat is, ik bedoel, dat is gewoon een hele hechte band is het hier. Dat is gewoon Krijenhof. Nou.